Britt van Hamel, Anderlecht is kampioen geworden vorige zaterdag al in het Boudewijnstadion. Jullie mogen nu nog een soort tour doen in België. De grote stadions is bezoeken en daar spelen ze, Clessin, om te beginnen. Jij kent dat hier wel, want je hebt hier nog gespeeld. Hoe leuk is het om hier terug te komen? Goh ja, ik heb hier 11 jaar geleden twee jaar gespeeld. Ik heb hier op dat veld ook nog een paar keer gespeeld. Dus het was leuk binnenkomen. We hebben hier ook altijd getraind. Dus ik heb mijn plaats in de kleedkamer gewoon terug opgepakt vandaag. Het was nostalgie, want samen met Tessa hebben we gewoon als plaatsgenier teruggenomen. Maar ja, mooi. Ik denk dat we ook... Ja, het is ook snel na de viering en na de match dat we hier terug moeten staan. Dus ik denk ook, er zijn ook anderen die hun kansen hier moeten krijgen. En dat we gewoon samen met het hele team nu de laatste matchen is gewoon het willen afsluiten natuurlijk. Ja, en je komt dan nog in op het einde en een hoekschop van Tessa en een kopbal van jou. En het is 2-7, fantastische uitslag denk ik. Ja, ik denk dat we heel fier op mogen zijn. Ik denk dat we al even aan het zoeken zijn. Zowel Tessa als ik om voor de corners naar waar we het gaan doen. En vandaag kwam het samen. Ik ben blij dat er nog een goaltje is. En dat ik het zo kon afsluiten hè, natuurlijk. Ja, want het zag in het begin niet zo uit. Hè. Jullie kwamen heel vroeg achter. 1-0, dan plots 2-0. Iedereen dacht van dit gaat hier verkeerd lopen vandaag. Maar uiteindelijk wordt het dan nog met die rode kaart van Moran Marinucci, denk ik. Dat was een sleutelmoment, hè, vlak voor de rust. Ja, tuurlijk. Ik denk dat we allemaal wat stress hadden. Zeker hè, als je zeker van op de tribune moet kijken. Er waren wat onduidelijkheden en wat onverzorgdheden. Ik denk logisch ook. Hè, zo kort na elkaar spelen. Er zit er viering tussen. Het zit allemaal nog mee in het hoofd. Maar ik denk dat we een ploeg zijn die enorm veel fysieke inspanning kan leveren. Dus ik denk zeker 2-1 op een groot veld. En met onze fysieke inspanning hadden we sowieso wel rechtgetrokken, denk ik. Wij maken altijd wel onze kansen. Meestal houden we de poort van achter dicht. Nu vandaag hebben ze er 2 keer doorgekomen, wat dan niet snel gebeurt. Maar we krijgen altijd onze kansen. Dus ik wist wel dat gaat komen. Nu, het helpt natuurlijk, natuurlijk dat wij tegen 10 spelen natuurlijk. Hè. En dat is direct kunnen veranderen. Ik heb de eerste 2 golen gemist. Ik was nog vroeg naar het toilet. Dus dat is heel jammer, maar ik ga ze zeker later bekijken. En het was heel snel omgekeerd. En ja, dan zijn we voor alles gegaan natuurlijk. Hè. Ja, en dan zondag is dan opnieuw in het Lottopark. Daar wordt misschien nog wel een viering verwacht voor de match tegen Club Brugge, als jullie kampioen zijn. En dan jullie mogen afsluiten in de Gelamco. Dat is ook leuk, hè? Zo van die laatste 4 matchen toch in de mooie stadions mogen spelen in België. Tuurlijk, ik denk dat ook in mijn familie ook en met mijn broer ook zeg, want hij mag daar wel in spelen altijd. Dat het jammer is dat we daar niet vaker in mogen spelen, want zoals je ziet, het is niet dat wij het veld kapot maken bijvoorbeeld. En het geeft dan altijd wel een extra boost. We komen hier naar het stadion, dat geeft altijd iets extra. Ik vind het een hele schande, ik denk dat de rest dat ook wel gezegd heeft, van het veld waar we in Schaarbeek hebben moeten spelen, waar ik 2 geblesseerden. Maar ja, als je kijkt, de stadions dat we vorige week, deze week en binnen twee weken ook allemaal mogen spelen. Schitterend. Tweede ploegen hebben we daar allebei nog meer motivatie uit. Dus ik hoop dat dat naar volgend jaar misschien nog meer kan. Ja, het zou zo moeten blijven inderdaad. Hè. Ik hoop het. Ik denk dat ze dat nu meer en meer gaan laten doorgaan. Misschien, ja, het is ook meer publiciteit natuurlijk. Ook voor de televisie natuurlijk. Hè. En ik hoop dat heel veel mensen nu de weg gaan vinden naar de stadions. Dat we ze wel wat kunnen vullen. En zeker de grote, dat is altijd leuk. Oké, ik dank je. Dikke proficiat met het seizoen. Ook met deze goal hier nog vanavond. En succes nog voor het einde hè, dit jaar. Dank je wel.